Goedendag. Vandaag een interessante uitspraak tussen TUI en de FNV. Aansprekende namen en ook een aansprekende casus. Uiteindelijk heeft het gerechtshof Den Haag zich over de kwestie mogen buigen. Wat was het geval? TUI heeft met haar ondernemingsraad op grond van artikel 32 van de WOR een overeenkomst gesloten. En op basis van die overeenkomst heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht als het gaat om de vaststelling van de primaire arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel. Dat is een afspraak die partijen met elkaar gemaakt hebben en de ondernemingsraad vertegenwoordigt in dat kader dan de belangen van het cabinepersoneel. Dat gaat goed totdat de FNV zich meldt. Daar is uiteraard, ook als je de uitspraak leest, heel wat aan vooraf gegaan. De FNV heeft TUI meerdere malen gevraagd om toegelaten te worden tot een gesprek met als doel het sluiten van een CAO voor het cabinepersoneel. TUI heeft dat geweigerd en ze heeft in dat kader verwezen naar de afspraak die zij heeft met haar ondernemingsraad. Aangegeven dat zij daar tevreden mee is en dat dat een werkwijze is die voor haar en voor veel werknemers goed werkt. Uit de uitspraak volgt dat er allerlei petities zijn aangeboden die door, naar zeggen van de FNV, een groot deel van het personeel zijn ondertekend. De vraag die hiervoor ligt is of TUI kan weigeren om met de FNV in gesprek te komen over een CAO. Er is nog helemaal geen CAO tussen TUI en een vakbond. Er is geen CAO voor het cabinepersoneel. Dus de vraag is in hoeverre TUI daaraan zou moeten meewerken. Het is ook belangrijk om goed voor ogen te houden dat een werkgever nooit verplicht kan worden om een CAO te sluiten. Maar, en dan ga ik al een klein beetje naar het einde van de uitspraak, wel verplicht kan worden om met de vakbond hierover in overleg te treden. Hier speelden nog een aantal andere vragen een rol. Namelijk in hoeverre de FNV voldoende representatief is en de belangen van een belangrijk deel van het cabinepersoneel van TUI vertegenwoordigt. Uit de uitspraak volgt dat dat nog wel in geschil is. De FNV stelt daarover dat zij de meerderheid, ik dacht dat zij zelf zegt dat zij 60% van de werknemers vertegenwoordigt. Dat zou een heel hoog percentage zijn als je kijkt naar de gemiddelde percentages van representativiteit binnen organisaties over verschillende sectoren heen. Maar volgens de FNV vertegenwoordigt zij de meerderheid. En heeft de meerderheid ook aangegeven dat zij zich niet langer goed voelen bij de vertegenwoordiging door de ondernemingsraad bij de vaststelling van primaire arbeidsvoorwaarden. De kantonrechter heeft TUI in eerste aanleg in het gelijk gesteld en heeft geoordeeld dat TUI niet kan worden verplicht om met de FNV in gesprek te gaan over een CAO. Het Hof ziet dat anders. Het Hof beoordeelt eerst of FNV voldoende representatief is en stelt vast dat de FNV dat in ieder geval voldoende is om het gesprek met elkaar te voeren en weegt ook de argumenten af die TUI heeft gegeven om dat niet te willen doen. Namelijk dat de tone of voice van de FNV onvoldoende aansluit bij de door TUI gewenste manier van communiceren. Dat TUI verwacht dat de gesprekken niet zullen leiden tot een CAO en dat zij vanwege haar verwachting over de uitkomst dat gesprek niet aangaat, dat zij andere mogelijkheden nog verder onderzoekt en dat het in het kader van de medezeggenschap belangrijk is om de manier waarop TUI die primaire arbeidsvoorwaarden vaststelt ongewijzigd te laten. Al deze argumenten worden eigenlijk als onvoldoende zwaarwegend geoordeeld door het Hof om TUI ook in hoger beroep in het gelijk te stellen. TUI wordt dus inderdaad verplicht op straffen van een dwangsom gemaximeerd op €500.000 om met de FNV in gesprek te gaan en met elkaar in gesprek te komen over een CAO. Daar speelde onder andere ook mee dat uit de feiten bleek dat TUI wel voor haar cockpitpersoneel een CAO volgt en daarover met vakbonden in gesprek is. En dat er hier eigenlijk geen goede argumenten waren om dat niet in ieder geval te onderzoeken met de FNV ten behoeve van het cabinepersoneel. Nu weet ik uit eigen ervaring hoe geschillen met een vakbond heel goed kunnen uitlopen tot een juridische procedure waarbij je terugkijkend naar de casus misschien afvraagt of het nou wel nodig was om de kwestie voor te leggen aan een rechter. Want als het eenmaal bij een rechter ligt, dan verzuren de verhoudingen. Belangrijker nog, dat brengt ook niet veel positiviteit in de relatie tussen de werkgever en de werknemers. Hoewel het natuurlijk makkelijker is om vanaf de zijlijn iets te zeggen over de zaak als je er niet bij betrokken was, was het misschien toch zinvol geweest om wel die gesprekken te voeren met de FNV. Niet zozeer om met elkaar daadwerkelijk als doel te hebben een CAO te sluiten. Dat had een tweede stap kunnen zijn. Maar om in ieder geval verkennende gesprekken met elkaar te voeren. Om inhoudelijk over en weer van elkaar te begrijpen wat de insteek van de FNV is. TUI is ervan uitgegaan dat FNV een hele hoge salariseis zou neerleggen. FNV heeft daarover gesteld dat dat nog maar helemaal de vraag is. Maar als je het gesprek niet met elkaar voert om te onderzoeken waar je raakvlakken hebt of waar je enorm uit elkaar ligt, dan heeft dit tot gevolg en dan word je gedwongen om een gesprek met elkaar te voeren, wat een lastige basis zou kunnen zijn om tot een CAO te komen. Ik dank jullie voor jullie aandacht.